Verhalen uit de Bijbel. Jezus geneest een blinde man. Dit is Jezus. Hallo. Hij is de Zoon van God en de Redder van de wereld. Toen Jezus op aarde was, vertelde hij iedereen over Gods liefde. Hij liet vele wonderen zien en genas mensen die ernstig ziek waren. Het was zaterdag en Jezus was onderweg met zijn leerlingen. De Joden noemden de zaterdag de Sabbat. Dat was voor de Joden een speciale dag, want dan hoorde je uit te rusten en mocht je niet werken. In de stad woonde een man die sowieso niet kon werken. Al vanaf zijn geboorte was hij blind. Veel mensen keken een beetje vreemd naar dit soort mensen. Ze dachten dat het een straf van God was als je zo geboren werd. En dat maakt het voor de blinde man allemaal nog een stuk erger. Toen Jezus de stad binnenliep, zag hij de blinde bedelaar aan de kant van de weg. Hé, hey Jezus! Een van de leerlingen vroeg: waarom is hij blind? Is hij zelf fout geweest? Of wordt hij gestraft voor de fouten van zijn ouders? Jezus zei: deze man heeft niets fout gedaan. En zijn ouders ook helemaal niet. Maar door zijn blindheid kan ik laten zien hoe machtig God is. Toen maakte Jezus met speeksel wat modder op de grond. Hij smeerde de modder op de ogen van de man en zei: ga je maar gauw wassen in het badhuis van Siloam. De blinde man deed precies wat Jezus zei en ging naar het badhuis. Daar waste hij zich. En hij kon zien. Wow! De mensen die hem alleen maar kenden als die blinde bedelaar vroegen zich af of het wel dezelfde man was. Was dat nou die blinde man? Nee joh. Hij lijkt er alleen op. Nee, het is echt! Nee, dat kan niet! De mensen konden het niet geloven. Je kunt niet zomaar weer zien. Maar de man bleef zeggen: ben het toch echt? Hoe komt het dat je weer kunt zien? Jezus maakte de man vertelde wat Jezus allemaal met hem had gedaan. En zo is het gebeurd. De mensen vroegen toen: waar is Jezus nu dan? Dat weet ik niet. Hier klopt iets niet. De mensen brachten de man naar de Joodse wetgeleerden. Jezus had de blinde man namelijk beter gemaakt op de Sabbat. Dat is toch verboden op de Sabbat? De wetgeleerden wilden precies weten wat er gebeurd was. Hoe kan je weer zien? Jezus deed wat modder op mijn ogen en nu kan ik weer zien. Jezus kan niet door God gestuurd zijn. Hij houdt zich niet aan de Sabbat. De wetgeleerden geloofden niet dat de man van blindheid kon genezen en lieten daarom zijn ouders komen. Is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien? Inderdaad, dit is onze zoon en hij is blind geboren. Maar hoe hij kan zien, weten we niet. Vraag het hem zelf. Hij is oud genoeg. Verder zeiden ze niets, omdat ze bang waren voor de wetgeleerden. Luister nou, zie, dat heb ik toch net allemaal verteld. Waarom luisteren jullie niet? Alleen iemand die gestuurd is door God, kan mensen genezen. De wetgeleerden werden zo boos op de man dat hij nooit meer in de synagoge mocht komen. En kom nooit meer terug. Jezus hoorde wat er gebeurd was. Hé, hey, hoe is het? En zocht de man op en vroeg: geloof je in de mensenzoon? Wie is dat, Heer? Ik wil in hem geloven. Je ziet hem nu en hij praat met je. Wat? Echt waar? Ja, Heer, ik geloof. Ik vond het best wel gek dat u modder op mijn ogen smeerde. Echt waar. Maar de man was Jezus eeuwig dankbaar.